fosforproducent Termfos gaat fosfaten recyclen. Het einddoel is om in 2020 volledig op andere dan natuurlijke grondstoffen te draaien, want vroeg of laat raakt de natuurlijke fosfaaterts op. Als fosfaaterts opraakt, dan kan je geen kunstmest meer maken. En als kunstmest, als dat er niet meer is, dan hebben we een wereld waar we nog maar 1 tot 2 miljard mensen mee kunnen voeden. En we hebben er nu 6 tot 7 miljard en in 2050 schatten we rond de 10 miljard. Het plan is vastgelegd in een akkoord dat Termfos morgen samen met 18 andere bedrijven en instellingen sluit met staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu. Personeelsleden van Salco hebben vanmiddag een spontane protestactie gehouden tegen de bezuinigingsplannen van de directie. Die heeft het personeel gevraagd vakantiedagen en loon in te leveren. Salco stevend dit jaar af op een flink verlies door stijgende energiekosten en dalende aluminiumprijzen. In 2009 heeft het bedrijf ook al eens een bijdrage van het personeel gevraagd. Daar is toen wel positief op gereageerd. Maar wat er is gebeurd, ik weet het echt niet. Carlo de Neve begrijpt er nog steeds niks van. De supermarkteigenaar liep zaterdag de kustmarathon uit, maar vond zijn naam niet terug in de uitslagenlijst. Alweer niet. S'avonds uitgelopen te hebben en lekker nog wat gedronken te hebben in Zuid-Landen. Even mijn nummer intikken, nummer 617. Number not found. Ja, weer al, vorig jaar ook, nu weer. Dat kan niet. De Neve finishte na ongeveer 5,5 uur. Bijna 2,5 uur achter winnaar Rick Wolfswinkel. Volgend jaar doet de Vlissinger weer mee. En reken maar dat de chip die de tijd registreert het dan wel doet. Ik ga alleen liever zijn brief schrijven en die gaat mij persoonlijk mijn nummer opspelden, hoop ik. Deze hele week staat op de menukaarten van verschillende restaurants in Nederland veel vegetarisch eten. Het is namelijk de eerste vegetarische restaurantweek. In Zeeland doen 3 restaurants mee, waaronder Saloniki in Goes. Een Griek, en daar verwacht je toch veel vlees te eten. Toch doen ze mee. Om te tonen dat de Griekse restaurants, hebben ze ook heel reant en heel uitgebreid keus voor vegetarische maaltijden. Ook voorgerecht, maar ook hoofdgerecht, maar ook dessert. En misschien blijven de gerechten wel op de menukaart staan. Als dat zit dat er vraag voor is en de mensen blijven vragen, dan gaan we gewoon vast op de menukaart neerzetten.